Nog de voormolen. Zo ergens in de wedstrijd bij 0-2 zag je gezicht er heel anders uit dan nu. Je was echt strontzagrijnig en boos dat je 2-0 achter stond. Ja, ik denk dat dat vooral komt omdat het gewoon van ons persoonlijke fouten waren. Waardoor we op 2-0 achterkwamen. En uiteindelijk ook gewoon net niet genoeg energie leverden. Dus ja, ik denk dat ik daardoor gewoon gefrustreerd was. Want er zat gewoon meer in dan er op dit moment uitkwam. Dus ja, dat was het meer, denk ik. Het leek een walk in the park te worden voor Rotterdam, oftewel een makkelijke middag. Ja, maar ja. Uiteindelijk na de 1-2 voelde je de 2-2 ook vallen aankomen. Ja, nee, toen ook weer bloed eigenlijk, zoals je dat zo mooi kan zeggen. Toen was het gewoon gas erop en gaan. En toen kregen we ook opeens het vertrouwen, wat al veel eerder had gemoeten, dat het gewoon kon. En je krijgt ook nog een paar kleine kansjes op de 3-2. Dus ja, dan slaat de wedstrijd opeens volledig om natuurlijk. Hoe is dit? Is dit een echte derby? Ja, best wel. Ja, we hebben wat meiden die natuurlijk zijn overgestapt. Ik heb zelf ook in de jeugd in Rotterdam gespeeld. Dus er zit toch wel onder het gas, zit er af en toe een beetje. Maar ook heel veel vriendinnetjes over en weer. Dus ja, het is wel echt een derby, ja. Dus misschien extra beladen, maar niet extra onaardig? Nee, dat niet. Maar je merkt wel aan het aantal kaarten wat er vandaag is gevallen, dat het toch wel een extra fysiek potje was eigenlijk. Dus dat iemand misschien net even dat extra duwtje geeft wat je misschien normaal niet zou doen. Dus ja, in die zin was het wel een goed gevochten. Mooie dag, mooie derby. Het zou mooi zijn, het allermooiste, als deze wedstrijd ooit is op het hoogste niveau gespeeld gaat worden. Ja, zeker. Maar ik denk dat we daar ook allebei ons doel is om daar natuurlijk uiteindelijk terecht te komen voor beide teams, denk ik. Ja. En hoe goed is het dan dat de KNHB de promotieklasse ertussen gaat schuiven, tussen hoofdklasse en overgangsklasse? Ik denk dat het een hele goede keuze is. Ja, je ziet dat de stap, dat mensen die nu de stap maken naar de hoofdklasse eigenlijk bijna altijd weer meteen eruit kelderen. Dus ja, ik denk dat het een goede stap is. En ik hoop ook echt dat wij het gaan halen, die promotieklasse. Je zegt, je hoopt dat het gaat halen. Je moet bij de eerste 5 eindigen. 6-7 kan ook nog via play-offs. Eigenlijk is de kans gewoon groot dat je dat gaat halen. Ja, nee, zeker. Het is ook zeker een doelstelling. En we gaan er gewoon keihard voor met z'n allen. En daarvoor staan we ook 5 keer per week hier op het veld om dat doel te halen. Dus nee, we gaan het ook gewoon halen, ja. Wat is het verschil tussen Rotterdam en Victoria wat dat betreft? Zij lijken misschien wel meer de topclub en jullie misschien wel meer de breedte sportclub. Yeah. Of doen jullie daarmee tekort? Ik denk dat je ons daarmee tekort doet, ja. Want vorig jaar hebben we de play-offs op 1 punt gemist en 2 jaar geleden hebben we de play-offs gehaald. En ik heb Rotterdam niet eens bovenin zien meedoen, zeg maar. Nee, ik denk dat Victoria altijd een beetje het ondergeschikte kindje is. Maar we doen al een aantal jaar echt goed mee. En ja, daar gaat het om. En ik denk dat we gewoon op wilskracht en ook op goed samenspel. We spelen gewoon mooi hockey als het goed gaat. En daar gaat het vooral om. En daar was deze 2-2 misschien wel het bewijs van. Jullie als nummer 7 en ook Club Rotterdam als koploper. Ja, ik denk dat de nummer 7 op dit moment niet een hele terechte plek is voor ons. Maar dat komt omdat we gewoon echt een heel jong team hebben en nog een beetje aan het zoeken zijn naar elkaar. Ja, maar het komt. Het begint langzaam te komen. Deze week weer op het einde een goede wedstrijd geleverd. En ja, vorige week ook gewoon goed gespeeld, maar uiteindelijk gaat dat doelpunt er dan net niet in. Dus het is nog een beetje net niet bij ons, maar het gaat de goede kant op vallen. Dat weet ik zeker. Toch nog een leuke zondag. Ja, zeker. En heel mooi weer. Daar gaat het om natuurlijk.